Nog meer drugs, alcohol. Dat wordt zo wat het nieuwe roken. Weer een nieuwe richtlijn. De Belg moet minder alcohol drinken. Maximum voor de mannen, denk ik, 10 pintjes per week. Mm-hmm. En wie dan wel drinkt, die moet ook enkele alcoholvrije dagen inlassen. Ja. Kwestie van niet verslaafd te worden. Ja. Ik heb daar een beetje problemen mee. Met drinken heb ik geen probleem. Integendeel. Ja, nee. Ik drink graag, maar ik ben geen overmatig drankgebruiker, want ik kan niet zo goed tegen controleverlies. Ah. Nee. Maar wat ik wel jammerlijk vind, is dat er vanuit onze maatschappij altijd maar meer en meer betutteld wordt in wat dat we allemaal mogen en niet mogen. Ja, we weten dat drank niet gezond is. Daar wordt uitgebreid over gecommuniceerd. Het is ook duur genoeg. Je kunt er niet zo gemakkelijk aan geraken. Je moet ook de mensen ook de vrijheid geven om te kunnen experimenteren, vind ik. En, om te experimenteren met gewoon drank en drugs in het algemeen? Ja, dat denk ik wel. Want ik denk, verbieden is vaak aanleiding om het echt wel te willen doen. Mm-hmm. Of hetzelfde gaan stoken. Of hetzelfde maken. Hè, dan kun je blind worden. Ja, ook. Dus, maar ja, ik vind dat echt. Ik zou het leuk vinden moesten mensen uit zichzelf niet drinken. Zoals bijvoorbeeld in bepaalde landen het geval dat ze mee experimenteren. Ja. Zweden, Finland en zo, waar het alcohol gebruikt. Dat is vreselijk duur. Ja. Maar het is wel 0%. Hè. Bij ons mag je nog rijden tot 0,2 of zo, of 0,3. Ja. Maar misschien is 0% beter, hè. Dat is ook duidelijk. Hè. Gewoon niet drinken. Mm-hmm. Mijn man is Nederlander en die zei... Waarom drinken jullie niet? Omdat je moet in het zakje blazen. Nou, dat vind ik wel... Nee, je drinkt er gewoon niet omdat het niet mag, niet kan. En dat het gewoon niet verstandig is. Ah, ja. Wij Belgen, wij drinken net tot het randje. Ja, of zeker als we tegengehouden worden door de vrienden, dan gaan we zeker niet positief blazen. dat is meer de insteek. In plaats van zelf bewust te worden van dat is eigenlijk niet goed. En daar bestaan wel allemaal programma's voor, hè, die de bevolking daar... Maar alleen maar zeggen dat je het niet mocht doen. Omdat het ongezond is ja. En omdat je anders verslaafd wordt, niet voor u. Show over where.